Dag allemaal, hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Lezen voor de Lijst. Het gaat over Oeroeg van Hella Haase. Een boek uit 1948. Dat laatste is erg belangrijk, dat je dat op je lijst zet. Eerste druk, dat moet je altijd doen bij al je boeken. Maar dit is in 1948 verschenen en valkuil 1, waar leerlingen nogal intrappen, is het volgende. De lezer ziet de historische context, de historische omgeving van de novelle niet. In 1948, het jaar dus van de eerste druk, woedde er in Indonesië een onafhankelijkheidsoorlog. Een echte oorlog, hoewel de Nederlanders van politionele acties spraken. Een jaar later is Indonesië al onafhankelijk, onder Sukarno. Er waren dus onafhankelijkheidsstrijders die dat voor elkaar hebben gekregen. Onder druk van Amerika heeft Nederland zijn kolonie, in Indië, zeiden we vroeger, Indië ook opgegeven. Tegen die achtergrond speelt het boek. En ik weet niet of je je nog herinnert, aan het eind van het boek komt er een onbekende figuur naar de ik-figuur toe, die dan terug is gegaan naar Telaga Hideung, dat meer. En die zegt tegen hem, ga weg, je hebt hier niks te zoeken. En hij dreigt met een revolver. En de ik-figuur denkt dan, is dit Oeroeg of niet? De schrijfster laat het eigenlijk in het midden of dat Oeroeg was. Maar je kunt ervan uitgaan dat dat een nationalistische strijder was. En waarschijnlijk was het wel Oeroeg. Dat is niet zeker, maar het zou kunnen. En je moet dat boek dus helemaal in die tijd plaatsen en tegen die achtergrond zien dat de decolonisatie langzamerhand een feit werd. Valkuil 2. Lezers denken dat het boek is over een verloren vriendschap. Er is een vriendschap tussen Oeroeg en de ik-figuur, dat weet je als je het boek gelezen hebt. En nou, die loopt dan verkeerd af aan het eind. En ja, dat gebeurt. Vriendschappen gaan verloren. Maar ze zien niet dat dat een langzame ontwikkeling is in het boek. Dat het niet zomaar uit de lucht komt vallen. Ik zal dat uitleggen. Eerst zijn Oeroeg en de ik-figuur dikke vrienden. Dan zijn het eigenlijk peuters en als peuters groeien ze samen op. En nog een paar jaar later ook. En ze zijn veel in de overweldigende natuur van Indonesië. Wel valt de geslotenheid van Oeroeg op. Zelfs als hij een aantal jaren later zijn vader verliest door verdrinking, is niet eens aan hem te merken dat hij daar verdriet over heeft. Dat is eigenlijk heel raar. Het lijkt wel alsof je geen toegang hebt tot zijn innerlijk, zegt de ik-figuur. De vader verdrinkt in het meer Telaga Hideung, doordat de Europeanen die bij zijn vader op bezoek waren en daar een feest hadden, het eigenlijk normaal vonden dat hij midden in de nacht met ze meeging naar dat meer. En ze gaan dan op een bamboevlot varen. En dat bamboevlot dat splijt, doordat de Europeanen daar heel erg tekeer gaan op dat vlot, krijgertjes spelen en natuurlijk de nodige drank op hebben. En dan zinkt dat vlot min of meer. En de ik-figuur dreigt te verdrinken. De vader van Oeroeg probeert hem dan te redden door zwemmend naar hem op zoek te gaan, maar raakt zelf verstrikt in de waterplanten en hij verdrinkt. En dan zou je denken, nou, dan zal die Oeroeg daar in het vervolg wel verdrietig over zijn en misschien zelfs de ouders van de ik-figuur iets kwalijk nemen, maar daar blijkt helemaal niks van. Toch is daar al iets van een breuk zichtbaar. Want als ze in de puberteit komen, dan merken ze beide, als ze in een riviertje baden en zwemmen, dat ze niet meer op dezelfde manier met die natuur omgaan en niet meer dezelfde zijn. Dat ze volwassen aan het worden zijn. Er is ook een gevoel van verwijdering tussen die twee. Dat begint daar al.
Daarna in de puberteit gaan ze naar verschillende middelbare scholen. En daar wil Oeroeg eigenlijk op westerlingen lijken. Hij wil eigenlijk zoveel mogelijk een halfbloed zijn. Hij draagt geen islamitisch hoofddoek meer. Want de inlanders waren islamitisch natuurlijk in Indonesië. Het is daar de belangrijkste godsdienst. Maar hij lijkt die hele islam te hebben afgezworen. Later blijkt dat dat niet het geval is, maar dat lijkt op dat moment wel zo te zijn. Nog later gaat Oeroeg naar Surabaya om arts te worden. Dan gaat hij medicijnen studeren. En het nationalisme, dat blijkt daar te ontluiken in hem. Zijn brieven aan de ik-figuur getuigen daarvan. En de ik-figuur gaat nog een keer terug en dan hebben ze een gesprek. En dan blijkt wel dat hij niet bij, als arts bij het gouvernement, bij de Nederlanders, wil werken. En hij draagt zijn islamhoofddoek wel weer. Dus hij is echt aan het veranderen. Het is een hele andere Oeroeg geworden. Hij heeft het nationalisme natuurlijk omarmd. Ten slotte is er de confrontatie met die vrijheidsstrijder, waar ik al iets over gezegd heb, die misschien Oeroeg is. Het zou die kunnen zijn. Dat moet je dus in de gaten houden, dat er een ontwikkeling in die vriendschap is. Valkuil 3. Lezers zien de symbolische rol van het meer Telaga Hideung niet. Ik heb dat meer al 2 keer genoemd en al gezegd waar het een rol speelt. Oeroeg wordt als de ik-figuur nog eenmaal naar dat meer terugkeert, met dat meer als volgt verbonden. Citaat. Ik, dat is de ik-figuur, ik kende hem zoals ik Telaga Hideung kende. Een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit. Met andere woorden, ik kwam nooit te weten wat er werkelijk in hem omging. De inlander was voor mij ontoegankelijk. En dan mag het wel een vriendschap zijn, maar dan is het een vriendschap met iemand die je niet werkelijk kent. En de ik-figuur heeft dat dus ook nooit geweten. En dat meer is een symbool voor het feit dat ze eigenlijk wel een vriendschap hebben, maar dat in die vriendschap iets zit van onbereikbaarheid. De ik-figuur kan niet doordringen tot Oeroeg en dat wreekt zich later. Valkuil 4. De lezer heeft te weinig kennis van de koloniale cultuur. De ik-figuur wordt vereenzelvigd met de koloniale cultuur, hoewel hij zelf volstrekt voor gelijkheid is van alle mensen. En Oeroeg is vereenzelvigd zich met het nationalisme van de vrijheidsstrijders. Subtiel zijn de machtsverhoudingen beschreven die als alledaags golden. De vader van de ik-figuur, heb ik al gezegd, daarvan wordt gewoon verondersteld dat hij op die nachtelijke tocht naar het meer, om daar op het vlot te varen, present zou zijn en dat hij hand- en spandiensten zou verrichten. Wordt hem niet gevraagd, komt je dat wel uit? Want ja, wij zijn de machthebbers, wij zijn de Europeanen en wij maken zo'n mandoer. Die maken wij weliswaar tot een soort fabrieksleider. Maar hij moet wel doen wat wij zeggen en wat wij willen, want wij zijn superieur. De vader van de ik-figuur zegt op een gegeven moment tegen Oeroeg ook. Ja, ik wil eigenlijk. Tegen de ik-figuur ook, sorry. Zegt tegen de ik-figuur. Ja, zoon, jij moet eigenlijk niet met Oeroeg meer omgaan. Dat wil ik niet. Ja, waarom is dat dan? Ja, jij bent immers een Europeaan. Met andere woorden, er zijn grote verschillen tussen Europeanen en inlanders. En wij zijn superieur en jullie moeten ondergeschikt blijven. Valkuil 5. De lezer onderschat de rol van de overweldigende natuur. Dat speelt een heel belangrijke rol, die beschrijving van
De natuurhelle hazen is zelf in Indonesië opgegroeid en was ook verliefd op dat land en heeft op een prachtige manier de natuur beschreven en heeft dus dat meer, Telaga Hideung, als een symbool eigenlijk in haar boek geëerd. En ja, daar hoor je dan op het tentamen vaak heel weinig over. Dan gaan ze onmiddellijk praten over de leerlingen gaan onmiddellijk praten over de vriendschap en over Oeroeg en de ik-figuur en wat er allemaal gebeurt. Maar ze vergeten dat die natuur voortdurend aanwezig is. Valkuil nummer 6. De lezer herkent de naïviteit van de ik-figuur, want hij weigert te begrijpen bijvoorbeeld waarom hij niet met Oeroeg mag spelen. Hij doorziet het overspel van zijn moeder met Bollinger niet. Hij doorziet de eerste tekenen van nationalisme bij Oeroeg veel te laat. Dus ze maken vaak van die ik-figuur een iets slimmere, betere figuur dan hij in werkelijkheid was. Je kunt hem dus best naïviteit verwijten. Valkuil 7. Het is een novelle, dat weet iedereen wel, een kleine roman. Dat is het probleem niet. Dat wordt meestal wel als genre onmiddellijk herkend. Maar wat niet herkend wordt, is dat het één grote terugblik is. Want het opent met een gedeelte, het boek opent met een gedeelte waarin ze zegt: ik ga rekenschap afleggen van de ik-figuur. Is natuurlijk, ik zeg ze, Helle Hazen, maar Helle Hazen heeft een ik-figuur in het leven geroepen. De ik-figuur zegt: ik ga rekenschap afleggen van mijn vriendschap met Oeroeg en van hoe dat precies allemaal gegaan is. En dan vervolgens start het verhaal. Dus het verhaal is eigenlijk één grote terugblik op het moment dat Indonesië eigenlijk op weg is om onafhankelijk te worden. Zorg ervoor dat je deze valkuilen vermijdt, dat je goed in de gaten houdt tegen welke historische achtergrond het boek speelt en dat je de rol van het meer van Telaga Hideung goed in je hoofd hebt. Dan wens ik je heel veel succes bij een tentamen als je dat moet doen of bij een spreekbeurt of bij een schriftelijk verslag. Dankjewel.